De afgelopen anderhalve week beschikte trainer Fred Rutte over een uitgedunde spelersgroep. Liefst 9 Vitessenaren hadden interlandverplichtingen. Inmiddels is iedereen weer in Arnhem en is niemand met een blessure teruggekeerd. Met iedereen echt uit een blessure is niemand teruggekomen. Alleen vanochtend stapt Boni van de training af en die had wat last van zijn knie. Dus ik weet niet exact hoe het is, maar ik ga ervan uit dat iedereen wel fit is. Ja, ik zag ook Dan Mori op het veld, de Israëlische verdediger. Is zijn werkvergunning binnen? Ja, hij is in ieder geval speelgerechtigd, dus dan moeten we kijken richting zondag. Ja, een andere nieuweling, Aksentijevic, hoe staat het daarmee? Die, als het goed is, komt hij vandaag in Nederland. En, dan mag hij ook werken. Dus die zal richting zondag zal dat niet lukken. Vorig seizoen won Vitesse met 3-1 van Groningen in de Euroborg. Het tweede Arnhemse doelpunt werd toen gescoord door Jan-Ari van der Heijden. Mike Havenaar kopte vlak voor tijd het derde doelpunt achter doelman Luciano. En Marco van Ginkel scoorde in de eerste helft de eerste Arnhemse treffer. Afgelopen weekend stond Van Ginkel op het middenveld met Prupper en Jansen. Later kwam ook Nicky Hofsen nog in. En dat is bijzonder, want het hele middenveld bestond uit jongens uit de eigen jeugdopleiding. Ja, inderdaad. Allemaal lang in de jeugd gezeten bij Vitesse. Allemaal hier opgeleid. En dat is natuurlijk alleen maar mooi, denk ik. Ook voor de club, ook voor de uitstraling. En je weet natuurlijk dat Vitesse een hoofdspelers heeft gekocht. Maar dat je dan met 3 spelers de eigen jeugd daar toch staat, is het denk ik wel mooi. FC Groningen staat op de 12e plaats in de Eredivisie met 4 punten uit evenveel gespeelde wedstrijden. De Noorderlingen kennen dus enigszins een wisselvallige start. Ja, ik denk dat ze een hoop aankopen hebben gedaan. Dus ja, we moeten natuurlijk ook een team samensmeden dat er echt gaat staan. En ze hebben natuurlijk al 2 toppers gehad, volgens mij Twente en PSV, dacht ik. Dus ja, dat zegt natuurlijk nog weinig dat ze die hebben verloren. Maar bij ADO uit winnen ze gewoon. Dus het is niet te onderschatten ploeg. Nee. Ze hebben een moeilijke start gehad. Ook niet de makkelijke tegenstander, denk ik. Behoudens dan Willem II. Dus en de afgelopen wedstrijd hebben ze de overwinning gepakt. Dat heeft ze wel in een andere sfeer gebracht. Dus en Groningen thuis en de trainer kennende, zullen die aanstaande zondag wel de messen slijpen en ons willen verslaan.